Jongens, yo swaggers. Pieps. Yo, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar ons kanaal. Ja, vet dat je het weer gevonden hebt. Dutch Gamersnet HD plays dagelijks. Jazeker, NL hè? NL. HD Ultra. Dutch. Zeker, leuk dat je er bent. En vergeet die likejes niet te geven. Doe even likey. Even reactie. En als je op Gamersnet kijkt, hoi. Peter heeft weer zo'n bui waarin die super lijpe swagger bitch. Wij waren net aan het schoonmaken. Oké, we gaan stoppen natuurlijk. Sorry. Ik heb het idee dat Akeo heel veel zin heeft om te stoppen. Ja. Ja. Ik zie hem eigenlijk met de dag. Die glimlach toch groter. Die grijns wordt groter op zijn gezicht. Die hebben we nooit gezien. Nee, dus helemaal goed. Leuk dat je gaat. Ook 2 weken is hij er vandoor. Dus we hebben groot schoonmaken gehouden. Ik liet net... En mijn water vallen. Dus het is hier gewoon één grote natte bende. Oh, ik snap dat je weer... Het is weer zo'n aflevering. Sorry. Hebben we nog iets binnengekregen? Iets van een fles wijn of zo? Die we hebben die trusmuis. Die werd gevraagd. Oké. Kun je laten zien als je wil. Hoeft niet. Hij ligt daar. Ja, hij ligt daar inderdaad. Ja. Oké, laat maar liggen. Ik kies ervoor een keer te pogen het format wat sneller door te zetten. Jongens, bedankt voor de epische reacties vorige week. Jullie hebben goed gereageerd. Ja, interessante stelling. Heel veel mensen die eigenlijk niks hebben met achievements. Die eigenlijk zeggen van, ja weet je, het verneukt mijn game niet, want ik denk er niet eens aan. En als ik ze haal, leuk. En als ik ze niet haal, prima. Heeft zijn beste tijd ook wel gehad, hè? Dat was eigenlijk de conclusie. Dat was de conclusie inderdaad, ja. Nou, leuk. Een nieuwe week, een nieuwe stelling. We hebben er één uitgekozen. Je had afgelopen maandag in deze week al kunnen weten wat het gaat worden. Ja. Is het jammer dat ik dat aankondig? Nee, ik denk dat het juist wel... Oh. Dus, we bouwen hype op. Hype voor de Hot Coffee Show. Hype Coffee Show. Dit is een leuke stelling. Hij komt van Matosia. Mattioza. Serieus wel heel... Dat is denk ik onze... Moet ik een lijstje maken met wie de meeste stelling heeft aangeleverd. Ik denk dat deze Vlaming... Ja, maar dan moet ik al die kut afleveringen terugkijken. Daar heb ik geen zin in. Nee. Het potje winnen is belangrijker dan een goede kill-death ratio. Dus we hebben het hier duidelijk over multiplayer shooters. En hoe frustrerend het is als je kill-death... Niet zo goed is. Ik moet zeggen, ik heb een... Peter en ik hebben aardig wat potjes Battlefield 3 ook gespeeld, bijvoorbeeld. En Peter is daar echt een flag hoarder. Hij is iemand die gaat voor de punten en niet voor de kill death. En dat is puur omdat ik het niet kan. Dat geef ik ook direct toe. Ik speel Battlefield 3 om te winnen. Om boven in de lijst te gaan. En dat gaat mij nooit gebeuren met kills. Want daar ben ik gewoon niet goed genoeg in. Maar je bent wel een goede contributie voor het team. Absoluut. Ik haal hem vaak, zit ik in de top 5. Omdat ik al die punten binnen. Nou, ik ren wel van vlag naar vlag. Waar de meeste mensen zeg maar proberen het gevecht in te rennen en daar dan proberen te helpen, is Peter het juist die naar alle puntjes op de map gaat waar niemand is om die vlaggen te cappen. Ja. En daar is misschien... En me dan te verstoppen. En te plassen in mijn broek. Als een pussy. Als een pussy. En als ik dan iemand zie, dan val ik hem alleen aan. Als ik zeker weet dat hij ergens anders kijkt dan waar ik sta. Ja. Toch of als ik een tank heb en hij niet. Ja, en toch heb ik altijd een negatieve kill death. Ja, maar... Want ik ben ook iemand die het heel leuk vindt om in een tank te zitten die jij bestuurt. Dan ga ik gewoon een beetje rondkijken, een beetje schieten. Dan ben ik... Ja, af en toe een beetje een assist, weet je wel. Ik ben een supportive class van mezelf. Een supportive class in het leven. In het, nou, de helper. Dat is juist niet, maar... Je bent de Robin van ieders Batman. Ja, in games. Ja, in het team. Ja, nee, op zich mooi, maar vind je dat niet frustrerend? Ja. Je hebt liever... Ja. Maar hoe sta je dan op de stelling? Want dat is het potje winnen. Dus niet zozeer dat je hoge score hebt, maar dat het team wint, maar jij hebt een prut KD. Dus jij hebt 1 om 10 en je hebt toch gewonnen en je staat hoog in de ranglijst. Ben je dan content met jezelf of is het dan... In Battlefield 3 maakte me het niet zoveel uit. Ik wilde wel dat het team won, of ik belangrijker dan kill death. Maar, nu hebben we Battlefront. Battlefront is... Star Wars. Je kunt ook niet... Battlefront is niet een area op de map waar het rustig is. Nee. Battlefront is gemaakt dat het altijd overal chaos is. Maar Battlefront is bovenal heel erg Star Wars. Ja, tuurlijk. Er zit enorm veel Star Wars in. Ja, het is echt, hebben ze gevuld tot de nok toe met Star Wars. Ik vind dat wel een beetje... Dat hebben ze gewoon zomaar uit die films gestolen. Ja, het is makkelijk, maar ja, verkoopt wel. Ja, nou, beter goed gestolen dan zelf bedacht. En als iets Star Wars is, dan vind ik het over het algemeen belangrijker in het leven. Snap je? Dan is het dan gewicht. Star Wars, niet Star Wars. Ja. Duidelijk. Dus ik ging Battlefront spelen. Heel fanatiek. Dus ik ben inmiddels level 43. Van de 50. Mad skills, pro. Ja, en toen op een gegeven moment was ik dus een beetje bezig. En toen ging het, in het begin ging het heel goed, want dan ben je de eerste lichting. Hè? Dan ben je heel fanatiek aan het spelen. En ik ging hem gelijk 12 uur streamen voor jullie, dus ik was goed. Maar toen kwam er een minder moment. En bij Battlefront is het voor de eerste keer dat ik echt me zorgen ging maken om een kill death. Dat je dacht van, ik wil wel dat het positief is. Nou ja, echt, nou ja, potje. Ik werd echt kwaad als het niet zo was. Maar het is ook... Want mijn kill death is nu plus 1. Ik vind heel veel mensen zeggen, ja, minstens 1,5, dat ga ik nooit halen. Maar ik wil gewoon, ik heb ook 0,95 gestaan. Ik sta nu 0,95 of zo in dat front. Ja, ik sta dus nu
1,01 nog wat. Mm-hmm. En nu ben ik tevreden. Dus ik speel nu ook nooit meer. Goed. Stop op je hoogtepunt, klaar. Nee, maar ik vond bij Battlefront wel belangrijk. Het is ook wel hoeveel bloed het onder je naast vandaan houdt. Het ligt er ook een beetje aan hoe de game is met hoeveel punten je krijgt voor winnen. Of killen ook echt heel satisfying is. Of doodgaan echt heel kut is. Want soms zijn er ook gewoon games dat je denkt van ja, dood is dood, door. Weet je wel, maakt me niet uit. Doesn't faze me, bro. Maar nee, ik zeg voor onze internationale kijkers. Ja, precies. Mooi. Die Engelse kijker dacht, hey, dat verstond ik. Ja. En hij zei iets over Star Wars. Ja. Maar nee, maar ik vind het serieus. Ik vind Killdeath, ik ga me nog niet echt helemaal over mijn nagels eraf bijten. En inderdaad bloed onder je nagels vandaan halen. Om het maar even met de nagelmetafoor te halen. Ja, maar mijn Battlefront is wel heel erg als je verliest ook. Want dan lukt niks meer. Nee, dan moet je overrun. Nee, precies. En dan is het sowieso wel. Dan is het moeilijk om die positieve kill death te halen. Maar ik ga wel altijd van game. Ik probeer het wel altijd boven die 1 te krijgen. En meestal lukt me dat ook. Ja, want vaak is inderdaad een game. Positieve kill death gaat wel vaak ten koste van de flag capture. Want je moet wel eens ergens proberen. Maar jij bent dan de persoon die ervoor zorgt dat de baan voor de flag runner vrij is. Ja. En dat is ook wel weer een soort van contributie aan het team. Maar dan ga je ook vaker dood. Ligt eraan. Ik weet niet, je hebt ook gewoon mensen die gewoon echt en heel supportive kunnen spelen in het team, maar ook gewoon heel veel kills kunnen halen en niet zo vaak dood hoeven te gaan. Ja, we noemen die mensen pro's. Ja, daar heb ik ook wel eens 1 op de 15 potjes. 1 op de 15 potjes. Gaat het heel goed. Schappelijk. Jongens, bedankt voor je stelling, Mathieu. Oh, oké. Of wilde je het nog? Maar ik denk dat de ratio Peter op Tom in deze Hot Coffee Show ongeveer 90-10 is. Dus. Ja, maar normaal is het andersom. Dus hartstikke goed. Oké, dit is even de rectificatie. Alright. Jongens, hoe belangrijk is voor Tom? Wil je meer Tom in je leven? Nee, maar zeg maar. Nee, is goed zo. Je mag het helemaal zeggen. Nee, is goed. Het is goed. We zijn uit aan het lopen. Wil je meer Hot Coffee Show? Volg ons op Gamersnet en op YouTube en op Twitter en op Facebook. En vergeet ook vooral niet achter te laten wat je vindt van deze stelling. Hoe belangrijk is je killdeath ten opzichte van de team? Of het nou wel of niet wint. En laat vooral een nieuwe stelling ook achter. Ja, en geef even je hoogste heel kill death ratio of zo. Deel even maar die screencaps. Oh, ik stond bovenaan met dikke kill death. 20,0. Iedereen doet dat. Iedereen doet dat op PlayStation en Xbox. Oh, kill death. Screenshot. Ja, weet je wat? Iedereen het even ziet op je activity feed. Van, ik heb even een goed potje gehad. Maar kom maar op.